dag van de kaaspizza. Wij gaan een hele leuke kaaspizza maken in onze iCombi Pro. En dat doen we op onze pizza grillplaat. Nou, ik heb hier al een bolletje pizzadeeg. Die gaan we even plat drukken. Ik zorg dat er een beetje bloem aan de buitenkant zit. En die gaan we eigenlijk, net zoals bij de Italiaan, gaan we die mooi uitrollen tot een dunne pizza. Ik heb mijn bodem mooi uitgerold. Dan pakken we een tomatensaus. Die gaan we verdelen door middel van een lepel. Het zou ook een pollepel kunnen zijn. Dan gaan we lekker die tomatensaus op. Ik pak wat geraspte mozzarella eigenlijk. Hè, de mooie pizzakaas die mooi gaat smelten. Mag lekker dikker op. En we pakken wat cheddar kaas geraspt. Zodat we mooi twee soorten kaas erop hebben. Je zou natuurlijk ook andere soorten kunnen gebruiken. Hè? Gorgonzola is natuurlijk een geschikte kaas voor de pizza. Taleggio. We pakken een pizzaschep. We gaan de pizza beladen in de iCombi Pro. Je ziet, ik heb mijn pizzaplaat al voorverwarmd. Sluiten het deurtje en ik ga mijn pizza 4 minuutjes bakken. Terwijl we de pizza in de iCombi Pro hebben, ga ik verder met de volgende pizza. Ik ga namelijk een vegan variant maken. We hebben een vegan mozzarella die ik ga gebruiken hierop. Dus we smeren weer de tomatensaus. Die verdelen we eigenlijk over de pizza. Ik heb hier wat mooi geraspte vegan mozzarella. Daarmee gaan we de pizza bedekken. Ik doe ook weer een mooi laagje eroverheen. Wat ik zelf en wat ze ook veel in Italië doen. Een klein beetje oregano over de pizza. En die gaan we zo meteen beladen als de andere pizza klaar is. De pizza is klaar. Die scheppen we met de pizzaschep uit de iCombi Pro. Ik pak direct mijn andere pizza, die vegan variant, die gaan we beladen. Even kijken naar de onderkant, hè. Mooi gebakken. We zouden natuurlijk mooi kunnen gaan snijden met een pizza snijden. En hier hebben we de kaaspizza op kaaspizzadag.